Meer treinen in 2024. Waar gaan ze rijden? Ook hebben we de eerste beelden van de nieuwe Intercity tussen Den Haag en Eindhoven. En win een exclusieve NS-tatoeage. Dit is NS Weekly. Hoi en leuk dat je weer kijkt. We beginnen met storm Poli. Die zorgde gisteren voor flinke schade in een groot deel van het land. En legde daar ook het treinverkeer stil. Toen de wind eenmaal was gaan liggen, kon ProRail beginnen met het herstellen van de schade. Zoals bomen die in de bovenleiding waren beland. Misschien heb ook jij hier last van gehad. Heb je kosten gemaakt om thuis te komen? Dan kun je aanspraak maken op compensatie. Kijk daarvoor op ns.nl. Vandaag is na het vele herstelwerk van ProRail het treinverkeer weer vrijwel volledig opgestart. Dan iets anders. We kijken naar unieke beelden van afgelopen maandag. Hier op Den Haag Centraal rolde voor het eerst de Intercity nieuwe generatie binnen. De nieuwe snelle Intercity van NS. Vanaf deze week kunnen reizigers ook op het traject naar Eindhoven genieten van deze nieuwe trein. En het gaat nu nog om testritten. Uiteindelijk neemt NS 99 van deze Intercities in gebruik. En dan gaan we door naar de prijs van een treinkaartje. Afgelopen weekend vertelde president-directeur Wouter Koolmees dat er wordt nagedacht over een grote prijsverschil tussen drukke en rustige treinen. In de Volkskrant zei hij over de drukte in de ochtendspits: je hebt drie opties. Extra rails aanleggen, wat duur is. Je kunt ook meer treinen rijden, maar daar wordt het kaartje ook duurder van. De derde optie is tariefdifferentiatie. Dat betekent dat reizen met een drukke trein duurder wordt en met een rustige trein goedkoper. Nou, misschien heb je hier wel vragen over. Kijk dan even op nieuws.ns.nl. Daar vind je antwoorden op allerlei vragen over dit onderwerp. En straks in NS Weekly. Tijden veranderen. Je kunt steeds vaker NS'ers tegenkomen met een zichtbare tatoeage. En daarom presenteert NS Weekly de NS-tattoo. En jij kan hem winnen. Blijf kijken. Maar eerst een blik op de dienstregeling. Die plannen voor volgend jaar heeft NS deze week bekendgemaakt. De dienstregeling van 2024 bouwt voort op de huidige. Een greep uit de plannen. Op diverse trajecten verhoogt NS de frequentie van intercities in de daluren. Onder meer tussen Schiphol en Nijmegen. De Intercity Direct gaat vaker rijden, bijvoorbeeld vanuit Amsterdam naar Breda en naar Rotterdam. Opvallend is de sprinter van Leeuwarden naar Zwolle. Die rijdt in de nieuwe plannen door naar Lelystad. Daarmee ontstaat een nieuwe verbinding. Ook internationaal is er goed nieuws. De reistijd van de Intercity Berlijn is een half uur korter. Naast uitbreidingen gaat NS op rustigere momenten minder sprinters rijden op een aantal trajecten. Bijvoorbeeld tussen Amsterdam Centraal en Almere Oostvaarders. Daar wilden wij van NS Weekly natuurlijk meer van weten. Wij vroegen vriend van de show Thijs van Dalen welke keuzes er gemaakt zijn. We zien het aantal reizigers de afgelopen maanden toenemen. Daar zijn we natuurlijk heel blij mee. Vooral in het dal en in het weekend neemt het aantal reizigers toe. En dat is voor ons belangrijke input om ook de dienstregeling voor volgend jaar te ontwerpen. Daarom rijden we vooral in het weekend en in het dal meer treinen. In totaal rijden we 1800 treinen per week extra. En daarvan zullen er 700 extra gaan rijden in het weekend. En op de andere dagen ongeveer 200 extra treinen per dag. Zodat we weer meer aantrekkelijk zijn voor nieuwe reizigers. Bij het maken van een nieuwe dienstregeling moeten er altijd keuzes gemaakt worden. Want niet alles kan altijd. Waar we dan goed naar kijken is bij welke wijzigingen profiteren er de meeste mensen. En op basis daarvan ontwerpen we de dienstregeling. En dan door naar komende week, want we zien een aantal grote werkzaamheden, zoals rondom station Almelo en vanaf Driebergen-Zeist. Daar rijden meerdere dagen geen treinen. Ga je dus op pad? Check dan even van tevoren de reisplanner en hou rekening met extra reistijd. En ik noemde het al, in de trein kun je steeds meer NS'ers tegenkomen met een tatoeage. Bij het NS-uniform mogen deze huidjuwelen tegenwoordig royaler zichtbaarder zijn. Om dat te vieren komt NS Weekly met een ode aan de blijvende lichaamsdecoratie. Jawel, de enige echte NS-tattoo. Niet zo permanent als een echte, maar jij kan hem wel winnen. Laat onder deze video weten waarom juist jij dit Spoorse plakplaatje thuis wil ontvangen. En misschien lig jij er deze zomer wel mee op het strand.
En daarmee komen we aan het einde van NS Weekly voor deze week. Dank voor het kijken. Tot volgende week. Hoi.